Goed. En Koen, jij zat in de jury van de Marconi Award. Ja. Is hij de stem van de nieuwe generatie? Ik denk het wel. Ja, nou, ik vind Bram sowieso, hij is echt een groot talent. Is helemaal zichzelf, is heel eigen. Nou ja, we hebben niet de tijd om de hele speech van Bram te laten zien op het gala zelf. Maar het was erg grappig. En radio is gewoon heel goed. En wat hij natuurlijk doet, is dat hij online supersterk is. En dat is natuurlijk wat je nu bij, nou ja, bij de radio ook tegenkomt. We zijn niet meer allemaal van die puisterige pubers in donkere radiostudiootjes. Maar tegenwoordig hangen we allemaal in abris en moeten we op Facebook en leuke filmpjes maken. Luister jij, Jeroen, naar zijn programma? Ja, ik heb wel geluisterd. Ik heb ook zijn roast geluisterd. Ja, ik vind het heel erg grappig wat hij doet. En het is ook interessant om te zien dat hij komt eigenlijk voort uit de sociale wereld. Van YouTube en Twitter. En je Instagram vrienden en vriendinnen hebben ook heel erg geholpen. Zeker. Om dit tot stand te brengen. Ja, absoluut. Dat is echt, je hebt de roast gehoord, want die vond ik erg grappig. Ja, je neemt heel Hilversum erdoor. Laten we even naar een fragment luisteren. Koen, let op. Nog zo'n gast met een radiogezicht. De Mattie van Wietse heeft veel aangericht. Achter de rug van zijn grote vriend, dan krijg je soms ook wat je zelf verdient. Bij Q in de ochtend, dikke vette pech. Samen met Marieke, want ook ik maar rende weg. Een Tesla en 6 ton over de balk. Dames en heren, Mattie Valk. Oh, radio, oh, oh. Radio, oh, 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 oh. Is die stem, maar fuck it, ik luister liever stem. En een duo in de middag voor de simpele mens. Aan flauwe grappen maken zit wel degelijk een grens. Een middagshow voor de domme Nederlander. Dames en heren, Koen en Sander. Ja. 1 miljoen views in een maand tijd. Heb je er veel reacties op gekregen? Ja, echt onwijs veel. En sorry Koen, het was allemaal cabaret. Moet geen sorry zeggen. Oké.